Door nog onbekende oorzaak is in de nacht van woensdag 3 november de molen aan de Eerste Poellaan in Lisse tot de grond toe afgebrand. Toen de brand rond 2:30 werd ontdekt, stond de molen al in lichter laaien. Ik werd wakker. Ik denk, verdorie, wat regent het toch hard. En ik trek het gordijn open en ik zeg tegen mevrouw, ik zeg, de molen staat in brand. De brandweer bestreed het vuur met groot materieel, maar kon de molen niet meer redden. De melding van de brand die kwam binnen rond de klok van 3:50. En wij zijn erop uitgerukt. Toen ik zelf de woning uitkwam, zag ik al een rode gloed aan boven de huizen uitkomen. Dus ik dacht van kijk, deze keer is het echt raak. De brandweer was er al heel snel uit. Al voordat ik als commandant brandweer ter plaatse was, was de auto al onderweg. En toen de brandweer dus ter plaatse kwam, stond heel de molen in lichter laaien. Dus ze heeft niet zoveel rijksmonumenten, 16 maar in totaal. Dit was er een die we erg koesterde, om het zo maar te zeggen. Hij stamde uit 1741. En dat was een molen waar we heel veel onderhoud aan pleegden. Hij was ook eigendom van de gemeente. En verbond voor mij eigenlijk het oude en het nieuwe Lissen met elkaar. Dus de polder en het Lissen wat op de zandgronden is gebouwd. En in die zin is er nu gewoon een enorm gat gevallen. Het wordt nooit meer deze molen. Deze was toen 17e eeuw. Van 17e eeuw. Het wordt een nieuwe molen. Er is niks meer over. Je kunt niks meer gebruiken. Ten zuiden van de oude dorpskern van Lisse ligt aan de Rijnsloot de Heemtuin Lisse. Een uniek stuk natuurgebied aan de rand van de Zeemolpolder. Aangrenzend aan de Heemtuin staat al meer dan 3 eeuwen de Zeemolpoldermolen. Nu, na de verwoestende brand van 3 november 1999... resten alleen nog de 1 meter hoge veldmuren. Kort na de brand zijn nog herkenbare delen van de molen overgebracht naar Hoogmade. Het langs de A4 gevestigde molenbouwbedrijf Verbij stelde een gedeelte van zijn terrein hiervoor beschikbaar. Hier zullen de resten van de voor het gezicht van Lisse zo karakteristieke molen worden geïnventariseerd en opgemeten om de verkregen maatvoeringen bij herbouw van de molen te gebruiken. Door Anton Sipman wordt in zijn standaardwerk over molenbouw al een molen genoemd aan de Lisser Polder in 1676. Dit betreft de molen aan de Derde Poelaan bij de Ringvaart. Hoogstwaarschijnlijk draaiden ook de wieken van de Zeemolpoldermolen toen al hun rondjes. Een datum van 1663 wordt genoemd in de archieven van Rijnland.
Van deze achtkantige poldermolen, type grondzeiler, zijn door vele inwoners van Lisse talloze foto's gemaakt die in menig familiealbum te zien zijn. Zoals die van een zestal jongens die vanuit Lisse vertrokken voor een wereldreis per fiets. En ook bij talloze familiekiekjes is de Zeemolpoldermolen op de achtergrond waarneembaar. Tientallen bruidsreportages bevatten een foto van het zojuist getrouwde paar voor de wieken van de molen aan de Eerste Poelaan. De molen was ook het decor voor de presentatie van de nieuwe uniformen van een van de plaatselijke muziekkorpsen. Zelfs op kerstgroeten die over de hele wereld zijn verzonden is de molen afgebeeld. En vele olieverfschilderijtjes sieren de muren van even zovele Lissense woonkamers. Heel vaak geschilderd vanuit één en hetzelfde standpunt, namelijk vanaf de brug over de Rijnsloot. Het unieke stukje natuurschoon aan de rand van de Zeemolpolder was ook toenmalig koningin Wilhelmina niet ontgaan. Menigmaal heeft zij al of niet vanuit haar mobiele schildersatelier, wat heden ten dagen op Paleis Het Loo nog te bezichtigen is, op het veldje voor de molen aan de waterkant zitten schilderen. Frans Landkroon was erbij. Ik was 15, 16 jaar en toen was ik vrij van school of vakantie. En dan ging ik naar mijn vader toe, die werkte hier zo, want die was bij de post. En dan ging ik wel eens helpen of ik ging met hem meerijden of zo, omdat hier een mooi gebied was. En op een goede dag toen kom ik aanrijden, want mijn vader was natuurlijk al lang bezig in die poelpolder. En toen kom ik hier aanrijden en denk, wat staat daar nou voor een mooie grote auto? Want je zou het geen sterveling. Hier hield de wereld op, hier zo. Ik heb altijd een chauffeur gezien. Eén keer heb ik er een oudere dame bij gezien, die ging ook bij er zitten. En er liep ook een man rond, ik denk dat het een rechercheur is geweest of zo. En één keer heb ik een agent van Lisse gezien. En die keek zo eens en die heeft mij een keer gezegd dat ik door moest rijden. Het is de koningin die daar zit. Dus ja, dat heb ik al gezien. Wat ze daar geschilderd heeft, de sloot of... Maar ik denk de weilanden, want dat was allemaal weilanden met vee erin. Dat was ontzettend mooi. En dan had je de boerderij van Vettergouw. En daar zo was de boerderij van Langeveld. Maar ja, die kon je niet zien, want dat was stukken verder. Maar ik heb ook het idee dat ze, laat maar zeggen, ook die sloot geschilderd hebben. Want er waren prachtig vol met lelies allemaal. Het was werkelijk schitterend. En een hoop mensen hebben dat nooit gezien, maar het was werkelijk een uniek stukje hier zo. Dat was zelfs tot in de haar doorgedrongen. Vandaar dat ze hier was, denk ik. Maar... Ja, ik heb wel eens gehoord dat ze hier een uur zat, 5 kwartier, en dat ze dan weer vertrok. Hartelijk welkom voor vergadering nummer 12 van de werkgroep Lissermolen. Na de brand van 3 november werd een werkgroep gevormd met als doelstelling herbouw van de Zeemolpoldermolen. Hans Kok werd de stuwende kracht van deze werkgroep. Talloze vergaderingen op de haven gingen vooraf aan het voorleggen van een gedegen bouwplan aan de gemeente Lisse. Is er verder op aanmerkingen voor de notulen? Vanuit de commissie ontstond in een later stadium de stichting Herbouwmolen Lisse. In het comité van aanbeveling voor herbouw van de molen nam naast andere sympathisanten burgemeester Corrie Langelaar plaats. Natuurlijk heb ook ik mijn steun aan de herbouw van de molen gegeven. Zoveel mensen hebben hartverwarmend gereageerd. En ook ik hoop dat de molen eind 2002 weer in volle glorie zal staan te schitteren. En zeker zal ik samen met mijn kleinkinderen gaan kijken en het verhaal vertellen hoe het ooit was en hoe het nu weer zal zijn de komende jaren. De jaarlijkse puzzelfietstocht van de Lisbloemschool voerde dit jaar onder andere langs de molens van Lisse, waarbij de kaartenactie, die tot doel had het creëren van een draagvlak om de molen te herbouwen, nog eens extra onder de aandacht werd gebracht.
af, want anders kunt u alsnog een kijk invullen. Ja, de kijk van behouden molen. Of we willen hem weer opbouwen. Ja, dat vind ik wel leuk. Heeft u niet ingevuld? Oké, okay, prima. Enkele leden en sympathisanten van de stichting bemanden tijdens de najaarsfeesten op de jaarmarkt in de Kanaalstraat een promotiekraam. De reacties van het publiek waren unaniem. De molen moet terugkomen. Gaan ze nou opbouwen? Ja. Alleen die steen onderhand staat er nog, hè? Ja. Dat is de bedoeling dat die weer herbouwd wordt. Ja, ik vind het wel belangrijk dat hij blijft bestaan, ja, die molen. Daar heb ik al lang al een kaart over ingestuurd. Ik vind dat wij als Lissenaar al genoeg belasting betalen. En de gemeente die heeft geld genoeg om grond te kopen. Dus laten ze ook die molen maar financieren. Het is geen gezicht als je er langs fietst. Het is ons picknickplaatsje. Op zondagmiddag fietsen degene die thuis blijft, die fietst met de kinderen heen. En dan wordt er drinken meegenomen en dan staat er zo'n kale molen. Natuurlijk moet u terugkomen. Natuurlijk. Pijn in het hart fiets ik er langs elke dag hoor. Ja, ja. Zonde dat hij er niet meer is. Maar hij komt weer, dus. Het is geld genoeg, de gemeente Lisse is schatrijk. Dus wij verwachten dat de molen weer zeer binnenkort op de plaats komt waar die gestaan heeft. De kaartenactie was een groot succes. En het resultaat werd mei 2000 aangeboden in het gemeentehuis aan wethouder Prins. De molen compleet is afgebrand, dat heeft u kunnen lezen en kunnen zien. Het enige wat er nog over is, is het fundament. En dat betekent dat de stichting een actie heeft gevoerd tot herbouw van de molen en niet tot herbouw van het fundament. Het fundament is er nog, het is geschikt om weer op te bouwen. Op ludieke wijze werd het draagvlak voor herbouw van de molen gepresenteerd. Om het draagvlak vast te stellen, zonder al te heftig beschadigingen aan te brengen aan datgene wat eronder. Het is stevig. Dit is echt werken. Ja. Dan kun je deze knap op. Ja. We zullen nog even kijken hoe we in deze. Ja, daar komt het. Tijdens de molenactie in april 2000 hebben 2751 inwoners van Lisse een molenkaart ondertekend. En met hun gezinsleden erbij vertegenwoordigen zij plus minus 10.000 Lissenaren. Ik denk dat dit een belangrijke steun in de rug is. En ik raad u aan, vooral zeg maar, de komende tijd, zeg maar, het proces verder te volgen in commissie en in raad. Om op die manier te zien hoe zeg maar, de raad een beslissing zal nemen over deze herbouw van de molen. En wij hopen allemaal dat dat inderdaad zal leiden tot een Zemelpolder molen. Die wat ons aangaat weer 300, 350 jaar kan staan voordat er weer een molenactie nodig zal zijn. Dank u allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid. Op 11 september 2000 was er voor de werkgroep Herbouw Zemelpoldermolen gelegenheid het rapport om tot herbouw te komen toe te lichten aan de commissie Ruimtelijke Ordening. Dames en heren, als voorzitter van de werkgroep Herbouw Lissenmolen eerst mijn dank. Hans Kok toonde middels een dia-presentatie een stukje geschiedenis van de molen. Uit zijn betoog bleek dat de molen in 1708 al een keer was afgebrand, waarbij ook de veldmuren verloren zijn gegaan. De molen, die sinds 1942 eigendom van de gemeente Lisse is,
was tot 1928 in gebruik als schepradmolen. Later werd het scheprad vervangen door een elektrisch aangedreven vijzel. Zo is het gebeurd. 22 minuten, een mooi plaatje en daarna de ruïne. En dit is zowel een verklemmend plaatje als een plaatje wat we nooit meer willen zien. Zijn er vragen aan de heer Kok voordat we de volgende inspreker willen geven? Nee, het was denk ik wel heel helder het verhaal. Dan geef ik graag aan de heer Rauwers het woord. Ja, meneer de voorzitter, dames en heren van de commissie. Ik wil even stilstaan bij de opdracht die de wethouder, de vereniging Oud-Lisse en de werkgroep heeft meegegeven. En de opdracht was, voor de duidelijkheid, vereniging Oud-Lisse en werkgroep, polg nou eens, kijk nou eens wat het draagvlak is binnen de gemeente Lisse om de herbouw over te gaan. En u heeft allemaal het rapport gelezen en u heeft ook de conclusie kunnen zien dat in feite ongeveer, als je het goed uitrekent, 50% van de bevolking is voor herbouw. En ik denk nu dat het aan het college is en aan de commissie om dit te vertalen, en dat zijn we gewend de laatste tijd, in een slagvaardig beleid. En dat betekent dat we in staat zijn om op 4 november, wanneer, dat is een jaar geleden, misschien alweer met de herbouw te beginnen. Dus nogmaals, ik wil het hierbij laten. De burgers hebben gesproken, zij willen graag de molen terug. En ik denk dat het aan het college is, aan u commissieleden, om dat in het jaar te vertalen. Ik wou het hier belaten, dank u wel. Na de toelichtingen van Hans Kok en Ton Rauhorst stelden commissieleden van de diverse fracties nog de nodige vragen aan de voorzitter, de heer Prins. Maar men was unaniem vol bewondering voor de wijze waarop het rapport is samengesteld en werd gepresenteerd. Bedankt voor uw aanwezigheid. Ik denk dat u ook verheugd bent over datgene wat u gehoord hebt. En dat betekent dat we nog wel wat werk aan elkaar te verzetten. Ik ben heel blij dat vandaag de start is gegeven tot de herbouw. En ik begrijp ook dat de financiële zorg nog aanwezig is. Maar als ik het zo beoordeel, komen we er altijd uit. Om de molen optimaal te kunnen laten functioneren, dient een goede biotoop aanwezig te zijn. Samenspraak tussen Heemtuin, gemeente en omwonenden resulteerde in een plan om een zo optimaal mogelijke biotoop te realiseren die ook voor de toekomst gewaarborgd is. Leden van de werkgroep Herbouw Molen staken daadwerkelijk de handen uit de mouwen om samen met een door de gemeente ingehuurd snoeibedrijf de biotoop te optimaliseren. Kort na de brand werd een noodgemaaltje geplaatst dat enige tijd later werd vervangen door een nieuw elektrisch gemaal. Dit gemaal zal de functie overnemen van het gemaal dat zich naast de afgebrande Zemelpoldermolen bevond. De elektrische vijzel werd na vele jaren trouwe dienst gedemonteerd en afgevoerd. In de vrijgekomen waterloop zal nu weer een scheprad geplaatst worden, waarmee ook de oorspronkelijke Zemelpoldermolen was uitgerust. Na het uitstekende en alom geprezen werk van de commissie Herbouw Zemelpoldermolen was het 19 juli 2001 aan de gemeenteraad van Lisse om te besluiten om de nodige financiën voor restauratie van de molen beschikbaar te stellen. Dames en heren, het is 8 uur, dus ik zou in ieder geval de raadsleden willen verzoeken om te gaan zitten. Ik heet u allemaal
harte welkom. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces, zo zegt men dat altijd zo deftig in Den Haag. En ik stel dan ook voor om maar direct door te gaan en wel met agenda punt 4, kredietrestauratie Zeemolen, Polderenmolen. Wie wens het woord te voeren? Zelfs Lieve Gelder. Misschien is het toch even goed om voor de duidelijkheid even terug te kijken in de historie. Tijdens de kerntakendiscussie hadden we twee molens onder ons beheer, althans de gemeente, de Zeemolen en de Lage Veense Molen. En de bedoeling was om dat over te dragen aan de Rijnlandse Molenstichting. De Lage Veense Molen is door de stichting wel overgenomen, maar de Zeemolen niet. En met name had dat te maken met de biotoop. De molen was wel een monument. Het vervelende is dat toen die molen onder de gemeente bleef, we niet vonden dat die verzekerd moest worden. En met name tegen brand. Want de geschiedenis leert dat molens gaan altijd ten onder door brand. Zelfs hebben we geen verzekering afgesloten om als die zou afbranden, om dan een nieuwe molen te kunnen bouwen. Waarschijnlijk vonden we dat niet nodig. En we hadden dacht ik ook wel een beetje als uitgangspunt van ja, als dat gebeurt, en we hopen dat natuurlijk nooit, dan betekent dat wel dat er dan geen sprake is meer van een monument. Allereerst, voorzitter, toch even schetsend ook een stukje verantwoording afleggend naar de inwoners van Lisse, heeft deze 66 zich één kernvraag gesteld. En dat is een hele belangrijke vraag na het afbranden van die molen, waarbij als gemeente eigenaar van waren en die we dus niet verzekerd hadden. Daarbij hebben wij ons een vraag gesteld: willen wij die molen terug? D66 wil dan beginnen van die molen graag terug. En achteraf kan de vraag gesteld worden of de gemeente wel de juiste keuze gemaakt heeft om de molen alleen tegen opruimkosten te verzekeren. Samenvattend is onze conclusie: de restauratie van de molen is uit cultuur-historisch oogpunt gewenst. Het is verstandig om daar nu ook de opdracht voor te verstrekken. En het gebruiken van de reservemonumenten voor dit doel is ons inziens gerechtvaardigd. Dus onze fractie stemt in met dit voorstel. Allereerst, voorzitter, wil de fractie van Nieuw-Lisse op dit podium haar waardering uitspreken voor de werkzaamheden die de werkgroep heeft uitgevoerd om uiteindelijk via de gemeente en de gemeentelijke raadsvoorstel, al dan niet met voldoende ondersteuning uit de bevolking, tot herbouw van de molen te komen. En nu zonder direct aan te koersen op financieel gewin, is Nieuw-Lisse voorstander van een bevolkingsactie, of liever gezegd consumentenactie, als dat in samenwerking gaat met Koopcentrum Lisse, om juist die emotionele betrokkenheid te onderstrepen en om aan te geven dat het best wel bijzonder is wat wij als gemeenschap doen, namelijk de herbouw van een beeldbepalend monument in ons dorp. Molens moeten draaien. Laten we daar helder in zijn. En als ze draaien, zijn ze het mooist. Dan werkt ook het schepblad als het goed is. En dan dragen ze ook bij aan onze waterhuishouding. Laten we dat niet vergeten. Als je dan praat over, wordt die herbouwd? Ja hoor, het is echt zo. Hij wordt herbouwd en hij komt er weer net zo uit te zien als dat hij eruit zag. En ik heb er dus ook geen, vanuit de ruimteordening geen andere plannen mee dan zeg maar de molen op dit moment daar op die plek met uw instemming te laten herbouwen. Voor of tegen? PvdA-akkoord? Ja, D66-akkoord? CDA was al akkoord? En nu is akkoord? Unaniem werd door de raad ingestemd het krediet te verlenen om hiermede de Zeemolpoldermolen te herbouwen. Dit tot grote vreugde van de commissieleden. Vele inwoners en een aantal in Lisse gevestigde bedrijven reageerden spontaan op de door de actief opererende commissie opgezette sponsoractie. En het resultaat mocht er zijn. Liefst €45.000 werd aangeboden aan de gemeente. Zoals hier in Haarlem in de bijna herbouwde Adriaan. Voordat Tunissen Groep en Trias Woondiensten de sponsorbijdrage bekend maakten,
werd gelegenheid geboden de aan het Spaarne gelegen Adriaan te bezichtigen. In het gemeentehuis van Lisse waren het CNA en Slavenburg die op wel heel ludieke wijze hun bijdrage aanboden aan wethouder Prins. Meneer Van den Borg, die zit hier aan. Hier staat hij. Nou, geef het hem dan maar. Wat zullen we ermee doen? Ja, wat zullen we ermee doen? Ik twijfel eigenlijk. Ik zie hier mensen van de Stichting van de Molen. Ik denk van die zullen er heel blij mee zijn. En ik denk toch dat we het maar aan de gemeente geven. En waarom? Daar komen we zo meteen wel achter. Geef het maar door. En de wethouder. Nou, dank u wel in ieder geval. Voor de leerlingen van basisschool De Klarinet was het deze middag schatgraven. En hun speurwerk was niet te vergeefs. Getuige het prachtige bedrag wat na enig optelwerk van de wethouder bekend werd gemaakt. Nou, dat is toch wat. Vertegenwoordigers van CNA en Slavenburg lichten toe waarom zij spontaan een bijdrage aan de sponsoractie deden. Ook de goede verstandhouding met de gemeente Lisse werd hierbij gememoreerd. De molen waar het hierover gaat, die is al meer dan 300 jaar oud. En die heeft eigenlijk zeker in de begintijd toch een functie gehad voor zijn bewoners, voor de economie, voor de bedrijvigheid. En in die zin vonden wij het, toen we het verzoek kregen om toch even mee te denken over de herbouw van de molen, vonden we dat een hele mooie geste. En ik zou zeggen, meneer Kok, u veel succes met uw actie om de molen weer herbouwd te krijgen. En meneer Prins, succes met een nieuw monumentstuk. Dank u wel. Ik dank u allemaal. Wethouder Prins stak zijn waardering voor deze niet onaanzienlijke sponsorbijdrage niet onder stoelen of banken. En dankte deze en andere sponsors voor hun steun om de sponsoractie te doen slagen. En eindelijk is het dan zover. Er kan begonnen worden met de herbouw van de Zemelpoldermolen. Hier in Hardingsveld-Giessendam wordt de stalen molenas gegoten die straks de wieken van de molen weer laat draaien. Nadat de as is afgekoeld, zal deze verder worden bewerkt en kan de molenbouwer in Hoogmade beginnen met het vervaardigen van de houtconstructie.